Ik ga jullie wat Rosalind dip powders laten zien en een manier waarop ik dat gebruik. Ik laat nu even wat kleurtjes zien die ik zo meteen ga gebruiken. En het kan ook met acrylpoeder, maar ik gebruik het eigenlijk een beetje om eigenlijk twee vliegen in één klap. Nagel te verstevigen en een kleur aan te brengen. Dus kijk maar eventjes mee. Nou, zoals je ziet neem ik in dit geval een swatch voor... Om het eventjes aan jullie te laten zien. Ik pak even deze oranje. De kleuren worden meestal wel iets minder fel als je ze in de gel dipt. Maar dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Je kunt ook een witte gel gebruiken en hem daarin strooien. Dan wordt het wel wat feller. En het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit welke gel je ervoor gebruikt. Nou ja, een dikke bouwgel wordt lastiger omdat het het minder goed opneemt. Maar ik gebruik meestal gewoon daarvoor of een base of een... ja, in dit geval waar ik gek op ben tegenwoordig is, zijn die builder gels in een bottle. Dus die ga ik nu ook even gebruiken. Maar het kan in een gewone base, een rubber base, in een builder gel. Alleen moet die wel, of ja, niet te dik zijn. Nou, zoals je ziet, breng ik de gel aan. Gewoon een normaal laagje. Je kunt daaronder ook gewoon eerst een base uitharden. Als je het op de natuurlijke nagel doet. Nou, vervolgens moet je het een beetje roeren of een beetje losschudden. En dan strooi ik het eigenlijk gewoon eroverheen. Zodat het de hele nagel bedekt en de gel de poeder opneemt. En dit kun je uiteraard natuurlijk ook gewoon met een clear doen. Als puur als versteviging en vervolgens een gellak gebruiken, dan hard ik het uit. Ik ga nu even een tweede kleur laten zien. Ja, de kleine schepjes op zich niet zo handig. Je kunt ook gewoon een tip gebruiken, maar aangezien de potjes een beetje klein zijn en het knoeien een beetje tegen te gaan, gebruik ik maar even dat schepje. Ik heb trouwens zometeen een leuke actie voor deze dip powders. En die zal ik dadelijk erbij schrijven. Nou, dit wordt het tweede laagje van de oranje. Weer een laagje gel en dan weer de poeder eroverheen. Daarna hard je het weer uit. Als je het er echt in dipt, zoals je met de normale methode doet, dan kan de gel verschuiven en dan krijg je een oneffenheid. Dus vandaar dat ik het eroverheen strooi. Hier ook even een tweede laagje op. Dat was een geluidje in mijn telefoon. En vervolgens ook even gewoon, meestal 60 seconden had ik het uit onder een UV-led lamp.
Nou, dit kun je dus met alle kleuren van de regenboog doen. En het wordt echt een mooie, solide, egale kleur. Dan breng ik er een topcoat overheen aan en die hard ik uit en dan ben je klaar. Zo heeft je klant of jezelf meteen een mooie kleur op de nagels en wat extra versteviging. Er zijn altijd klanten waarbij de gellak op zich niet echt voldoende is. En dan kan ik deze methode wel eens gebruiken. Nou, hier heb ik wat kleuren nog extra erbij gedaan. Ik zal de nummers er zo meteen onder zetten. Kijk hoe mooi. Nou, dat was het weer. En ik zie jullie volgende keer. Groetjes.